Dag vrienden van het Betere Stripverhaal. Bert Pijper en de Vinnige Vlogger begint vandaag met een stukje muziek. Wie zou dat kennen? Ah. Ja, ja, hoor het zo. Johnny Hallyday, Les Chevaliers du Ciel. Ik zal hem een keer stiller zetten. Zo beter zet ik het af. Hè. Les Chevaliers du Ciel, inderdaad, hoor het goed. Dat was eigenlijk de begingeneriek van Tanguy en La Verdure, in een tijd dat dat speelde. En ja, ik weet niet dat je daar de hoofdrol speelt, wacht, want ik moet het een beetje opgeschreven. Want soms Tanguy en La Verdure hadden een feuilleton geweest in een tijd. Ik moet eens even zien wanneer dat juist was. Ja, in het jaar 1960. En daarin speelde La Verdure, of de rol werd gespeeld door Christian Marin. Kende die Christian Marin? En de muziek afzetten, hè. Ja, zoals het begingeneriekske trouwelijk van die film. Christian Martin, die kende Marin, die kende misschien nog wel uit deze serie. Zie je hem passeren? Ja, inderdaad, dat was inderdaad die gekke, zoals die stuntelige gendarme, in Les Gendarmes de Saint-Tropez. Merlot, of zo heette die toen, en Margot, daar kennen we wel van, is gestorven in 2012, als hij nu 80 jaar was, was dat hij op. En maar laten we maar om te beginnen met de derde integraal van Tanguy en La Verdure. Dat is een stokpietje van mij. Ik lees dat geweldig geren. En je hebt dus gehoord dat daar ook een feuilleton van gemokt is in een taal. Dat staat ook in het dossier trouwens. Wat staat er voor de rest nog in het dossier? Want er is altijd wel een heel goed dossier bij. Hè? Heel wat over de geschiedenis van Pilot. Van Pilot, dat was eigenlijk het derde blad, zo Neuf Tintin Spirou, hè, waar dat dus ook Charlier en Uderzo verwerkten. Daar staat heel veel over in. Daar staat er ook in van hoe dat Tanguy en La Verdure begonnen is eigenlijk. Hè. Hij is begonnen met een andere. Maar even twijfelen wat dat hier zit. Ik moet dat altijd wel allemaal zeuken. Hè. Maar, dat is niet gemakkelijk. Zo, die had eigenlijk eerst... Uderzo had eigenlijk eerst een andere getekend. Hij staat hem. Zie je dat? Voilà. Kende hem? Nee, jawel, dat is de voorloper van dingen, van Tanguy. Ik moest even zien, want ik ken de naam niet. Marc Laurent heet die. Zeg het wel op Tanguy. Dus er waren ook strips dat hem getekende met Marc Laurent. En later is dat dan Tanguy La Verdure geworden. Wat staat er nog in? Dat hem dus een heel lang interview met Uderzo. Heel goed over zijn bazen, wat er mee gewerkt heeft. Over zijn vriendschappen met bijvoorbeeld Charlier. Hè, wat dat hem goed met bevriend was en dergelijke. Maar ook mee, en dat wist ik niet, hij had hem dus op een gegeven moment, hij had hem dus een wrak gekocht van zo'n Mirage 3E, hè, wat dat trouwens de eerste twee verhalen niet overgun. Die had dat zelf gekocht, helemaal opgekalfaterd en dan in een hangar gezet, tentoongezet. Allee, we moeten toch wat doen. Een man had dat met een kameraad gedaan, ik vond dat toch wel knap voor te vertellen. Dat we over het dossier, hè, dat het toch wel heel goed is. Er staat ook in, eigenlijk vertelt hem er ook in, hoe dat het komt dat hem is moeten stoppen met Tanguy en La Verdure Uderzo. Omdat hij te veel werk krijgt met Asterix, maar daar kom ik me op terug, terwijl als ik de draaiverhalen even bezien. Zo, ik ga iets vertellen over de draaiverhalen, want ik moet zeggen, mannen, ook al lezen die gerne verhalen met vleegtuigen, hè, je moet het toch eens proberen, want dit is echt wel top. Hè. Dit is op het oogst van hun kunnen, dat ook Uderzo eigenlijk ermee gestopt is. Het zijn prachtige verhalen. Charlier doet daar echt een inspanning tot en met, maar de tekeningen en de verhalen op zich, hè, de spannende, plezant soms ook, maar heel spannend en altijd, ik niet verwacht, gebeurt er altijd, zit er ook in deze draai in. De eerste twee boeken, de eerste twee verhalen dat erin staan, die zijn eigenlijk een beetje opeenvolgend. Hè. Die spelen zich af in Groenland, voor een groot stuk toch, hè, in de K. Gezien niet anders bekend als sneeuw en veel slecht weer.
in de verhalen. En ze spelen zich af in Groenland. En hoe komt dat nou? Wel, ik moet nog eens even sensen. Het eerste verhaal is Canon Blanc Bleu a disparu. Of Gevaar op Groenland. Canon Bleu, dat zijn eigenlijk hun codenamen. En Canon Bleu in dit geval is dat La Verdure, die is dus verdwenen. Namelijk, Frankrijk wil graag hun Mirage Draaijs verkopen aan Canada en andere landen, wat dat hier het koud is. Hè. En wat moeten ze dan doen? Ja, die betrouwen dat zo maar niet. Die moeten eerst naar Groenland en daar in Groenland een paar zaken doen met hun Mirage, zodat ze kunnen aantonen dat die in koud weer heel goed zijn. Dus, die mannen naar Ginder natuurlijk, die moeten dan naar Groenland. Ze zijn met veel in totaal, waarbij Tanguy en La Verdure, om daar die extreme vreeskou te kunnen doen. Hoe doen ze daarna? Oppassen, want er zijn spionnen in het spel. Ah ja, die spionnen willen natuurlijk die mirages onderscheppen. En die doen alles eraan om dat te doen. Het eerste deel van het verhaal in Groenland speelt zich eigenlijk niet af in Groenland. Dat is de vuurberading, als ze naar Ginder gaan. Want ze moeten heel ver vegen naar Tulle in Groenland, dat is in het noorden bekend. En dan moeten ze onderweg tanken. En dat doen ze in de lucht en dan moeten ze oefenen. En die oefening alleen al neemt heel veel tijd in beslag, maar is heel spannend ook. En dan vliegen ze dus naar Ginder en onderweg, en met die spionnen dus dat vliegtuig dat naft moet inpompen, en met die dus gesaboteerd. Ja, en ze geraken dus niet Ginder. Ze moeten ergens anders en ze vliegen over, ze vliegen over Schotland. En dan komen ze eerst in IJsland, maar niet in Reykjavik. Dat moet ik maar eens even zien. In Keflavik. In Keflavik. Daar komen ze even stoppen en daar vliegen ze door. Maar die spionnen hebben ervoor gezorgd dat ze moeten landen in Christiansstad of zo heet. Christianshaven. Daar moeten ze stoppen, want ze kunnen niet vliegen tot in Tulle omdat ze niet genoeg naft hebben. En daar hebben die spionnen voor gezorgd en zodanig dat ze daar dus die mannen laten landen. En onze vriend La Verdure, die had hem natuurlijk wel laten inpakken door een schone, Gina heet ze, en die is bij die spionnen. En die had bijvoorbeeld ook aan hem een zender meegegeven, zodanig dat ze die spionnen altijd overal kunnen volgen waar dat die zitten. Zo zit het ongeveer in hier. Hoe heet dat mensje nou? Gina, maar nog heet, maar dat ze nog wel vergeten. Gina Leopardi, die werkt voor de slechte dan. Hè. Natuurlijk, op een schone dag wordt dus La Verdure daar op die Christiansfiet weggelokt en krijgt dan een klop van ene, van een paar van trappers dat daar wonen, en een andere gaat in zo'n plots in die mirage zitten. Ze willen vertrekken natuurlijk, maar als met die mirage, die slechte, vliegt dat mee weg en vliegt dat mee naar een eiland, Oeplaai of zo heet geloof ik. Oepsa. En dus onze vriend Tanguy vliegt met alle mirages verder tot in Tulle en wij komen ze dat tegen. Ja, niemand minder dan. Kunnen we dat nog? Dat heb ik allen nog niet verteld. Hè. Ze komen daar iemand tegen. Maar weet, als ik het nou niet vind, dan zal ik het laten zien op het printje. Ah ja, hier is het. Zie je? Ze komen daar dus. Dat is het niet. Ja, speelt wel geen rol. Ze komen daar Bugdani tegen. Bugdani. Ah ja, zie je? Laten we dat eens goed zien. Heb je dat gezien? Ze komen daar dus Bugdani tegen met Tumbler en Tuxel. Ja, dat is. Later in Bugdani komen ze ook nog een keer die ander tegen. Hè. Dan doen ze zoiets hetzelfde. Daar Bugdani. Ja, dat is wat ik wil zeggen. Het tweede boek is De Geheime Basis. Ja, dus dat begint eigenlijk waar dat anders stopt. Een geheime basis. We zitten twee allemaal in de kou. De geheime basis is eigenlijk de. Ja, het begint dus als onze vriend La Verdure gevangen is genomen nog altijd. Die zit daar op dat eiland Oepsa en hij moet proberen te ontsnappen. In deze verhaal, dus dit hier, is Marcel Uderzo, de broer van Albert, wordt eigenlijk al een beetje ingezet om te inkten. Want Marcel Uderzo, Albert kan het allemaal niet meer volgen en hij is aan het zoeken van een tekenaar voor dat spel over te pakken. Maar ja, vindt niemand niet. Hè. En ze zijn ook van niemand niet content, want dat doet dat dan zo goed. Allee, ja. Dus La Verdure zit gevangen op Oepsa en de mirage is gepakt. En A probeert daar van op dat eiland alles te saboteren dat ze met die mirage niet weg kunnen. Hè. Dus dan heb je bijvoorbeeld
ja, die Mirage gesaboteerd, zodat ze die moeten in stukken halen en die in stukken in een vleegtuig steken om hem zo over te brengen naar die spionnen. En daar gaat dat allemaal over. De Tanguy ondertussen is op het spoor gekomen van Laverdeur en gaat dus zoeken waar dat hem zit en hem proberen terug te laten ontsnappen. En het afloop, ja, dat ga ik nu vertellen natuurlijk, daar vallen nog een paar dooien. Ja, dat gebeurt altijd. En met heel veel klierscheuren komen ze dan toch, zal het waarschijnlijk wel goed aflopen. Het derde verhaal, ja, dus dat is helemaal niet meer in de K, de luchtpiraten, zie je het? Dat die Pirate du Ciel, trouwens de geheime baas, dat heet de Cap Zero, vandaag koers nul, hè. Heet dat in het Frans. Luchtpiraten, Pirate du Ciel, dat speelt zich af in Afrika. En onze vrienden moeten dus met alle mirages, zijn dat andere mirages, maar ik weet niet meer juist welke. Die moeten dus een tour doen door allemaal Afrikaanse landen, want Frankrijk wil uit, je zit in 1965, mannen, al die landen, dat was zo wat Ambras en zo. Het is geschiedenis ook, hè. Want het is juist de geschiedenis dat erin zit, afgewisseld met prachtige verhalen, maar er zit ook geschiedenis in en ook wat humor. Dus we moeten dus door al die landen gaan om proberen die landen te overtogen met Frankrijk een samenwerkingsverband te emmen om zo toch wat sterker te zijn. En baas van een land, president, die is daar uitvuur en die proberen dus die een andere slechterik die dat tegen dat samenwerkingsverband is, probeert die dus uit te schakelen. Ze doen in hun tour de dingen, die zeggen een prachtig verhaal, maar spout genoeg ook het leste dat u daar zo tekent. Hij gaat dat dan ook vertellen aan Charlier, als stel die is zijn broer van, maar dat gaat niet uit, dan nog een andere, dat gaat ook niet uit. Charlier, met een bakken slot op de grond, zal ik maar zeggen, die vond dat helemaal niet prettig. En het is heel spannend, want het is op het beste van hun kunnen dat ze dus moeten stoppen. Ja, dus er gebeurt van alles in dat verhaal. Het is te zeggen, ze proberen ook die president uit de lucht te scheten. He, want die gaat dus met een vleegtuig ergens zijn. Maar die moet op het laatste moment, kan die dat toch niet op. Zoals ze verkeerd vleegtuig neerscheet. En dan begint die dat spelletje opnieuw. Maar dan heeft Tanguy en Laverdeur dat dui. En proberen ze dus die president te redden. Daar gaat het duidelijk over. En lukt dat of niet? Ja, Tanguy natuurlijk wij in alle staten. Hè, want hij is verleefd geworden op één. En dat komt er dan ook tussen. Maar ik zeg het nog. Hè, de tekeningen. Hè, je moet dat maar eens een keer zien, mannen. De tekeningen van de vliegtuigen, van de omgeving, van de mensen. En de verhaallijnen dat daarin zitten. Die zijn echt... dat is een boek om te koesteren. Hè. De lessen van Uderzo... En Charlier, en wie dat dan Uderzo opvolgt, kan ik al nog niet verklappen. Dat is voor de volgende keer. Nog veel plezier, en het is bijna langer geworden. Maar ik zeg het al, niet vergeten, Tanguy en Laverdeur zijn zo'n boeken. Hè. Dag.